Hoi, ik ben Jelle, een van de cultuurvloggers van My Daily Shot of Culture. En wij zijn uitgenodigd door Voor de Kunst om voor Leven het Geven het land door te toeren en meer te weten te komen over geven aan kunst en cultuur. In deze 12-delige serie gaan we langs bij makers en donateurs om erachter te komen hoe zij samen projecten, creatieve projecten hebben kunnen bewerkstelligen. Ik ben vandaag afgereisd naar Zeeuws-Vlaanderen, waar ik langs ga bij Roeland van der Kleij. En Roeland van der Kleij heeft een heel mooi boekje uitgebracht via crowdfunding van Voor de Kunst. Met zijn tekeningen en streekverhalen, spookverhalen kun je bijna zeggen. En hij woont hier in een sprookjesachtig huisje, waar ik eens even een mooi kijkje ga nemen en bij hem aankom. Leven het Geven is een onderzoek uit 2020-2021 naar het particulier geven aan makers en kunstenaars. Klein weetje uit het onderzoek, wist je dat uit alle particuliere giften van 2018, 439 miljoen, er maar liefst 5% naar de culturele sector ging? Volgens mij hoor ik me aan de achterkant, ik loop even lekker achterom. Wat een prachtig huisje. Daar zou je hem hebben. Van harte welkom. Dag Roeland. Hoi. Nou, je komt precies op tijd, soep is klaar. Oh, lekker! Broodjes zijn klaar. Wat goed. We gaan het vieren. Heerlijk. Kijk. Oh. Eigen oogst. Ik val met mijn neus in de boter. Alles wat hierin zit, komt hier van het eigen hof, behalve de vermicelli. Nou, ga lekker buiten zitten. Lekker. Roeland, kan je me iets meer vertellen over het boekje wat je hebt uitgegeven? Dat verhaal, De Drilling van Terholen, waar gaat dat over? Het is een eigentijds streek, zeker een spookverhaal. De meeste spookverhalen stammen uit een ver en grijs verleden. En ik vond het zo dat die ontstaan vandaag de dag nog. Ik heb een actueel thema gepakt. Het is in dit geval de ontpoldering van het Wiegepolder. Het onder water zetten van land, dat moet je hier in Zeeland niet meer aankomen. Nee. En dat ligt gevoelig. Dus je hebt al meteen een thema waarbij mensen op het randje van de stoel zitten van hé, wat is dat? En dan is het een soort revanche eigenlijk. En wat niet bestaat. Het is geen waargebeurd verhaal. Het is geen waargebeurd verhaal en het is voor mensen die woede niet kwijt kunnen, is zo'n verhaal eigenlijk best wel een uitlaatklep. Ja. Heb je hier meer streekverhalen? Is dit een buurt waar streekverhalen veel voorkomen? Er ontstaan per dag van die verhalen. Dus ik moet gaan selecteren wat ik nou wel en wat ik niet vertel. Het laatst zat ik te schilderen op een korenveld. Er komt een boer naar me toe en die vertelt het verhaal over de korengeest. Ja, fantastisch, ik weer het wel. En dan woon je hier zelf eigenlijk ook in een soort sprookjeshuis, joh. Wat fantastisch. Mag ik het eens zien van binnen? Ja, natuurlijk. Loop ik even met je mee? Ja. Je komt hier aan over een heel lekker idyllisch dijkje. En dit huisje is, uit welke tijd is het? 1901. Nou, en er is nog verrassend veel origineel. Heel veel oorspronkelijke details zijn hier nog bewaard gebleven. Onder andere bijvoorbeeld de waterpomp. Ik kan me voorstellen dat in een huis als dit de verhalen eigenlijk bijna vanzelf tot je komen. Is dit een omgeving waar veel verhalen geboren worden? Ze zijn er. Je moet ze oppikken. Je hoort hier en daar wel eens wat en dan kun je daar een verhaal van maken. Maar er zijn ook complete verhalen die verteld worden. Ook vandaag de dag nog, spookverhalen zelfs. En daarmee kan jij weer aan de slag? Ik kan er weer aan de slag. En dan had je het idee voor het boekje wat je hebt uitgebracht. Wanneer besloot je om er een crowdfundingactie voor te maken en niet gegaan voor bijvoorbeeld een subsidieaanvraag? In het begin had ik dus heel veel collega's die al gebruik hadden gemaakt van de crowdfundingcampagne. Dus dat was al een beetje bekend bij mij. Ja. Meer bekend als bijvoorbeeld het subsidieaanvragen. Dat is zo'n circuit wat mij niet helemaal echt lekker ligt. En hoe is de actie gegaan? Fantastisch. Buitengewoon, buiten verwachting fantastisch. Ja, dus ik heb meer geld binnengekregen dan ik eigenlijk gevraagd had. Dus je kan verder dan alleen dat eerste verhaal? Ja, in ieder geval dat geld wordt hier gebruikt voor het volgende verhaal. Ja, ik zie hier bijvoorbeeld al een tekening liggen. Is die daarvan? Ja, dat is een van de momenten in het boek. Mm-hmm. Ik maak daar ouderwetse prenttekeningen voor. Nou, dan kunnen we even kijken in het atelier hierachter in de tuin. Nou, leuk. Ja, doen we. Kom. Eens even loeren. Oh, wat lekker. Dus hier zijn de tomaten geteeld die we net in de soep hebben gehad. Die komen daar vandaan. Uit de kas. Er hangen er nog een paar. Van leven. Kijk eens, wat een paradijsje, joh. Nou, hier zie je aan de ene kant mijn schilderwerk. Aan de andere kant heb ik hier wat tekeningen voor het nieuwe boekje. Nou, ik ben hier dus bezig met mijn dagelijkse werk. Dat is het schilderen van schilderijen. Ik wil graag wat te vertellen hebben als kunstenaar, niet zomaar een plaatje maken. Er moet wel een beetje een verhaal in zitten. Ja. En dat is wel een beetje wat ik hier doe. Heerlijk. En nu heb je naast je crowdfunding van Voor de Kunst ook een bijdrage gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wat heeft dat voor je gedaan? Ja, heel veel. Eerste instantie
natuurlijk een fantastisch groot bedrag, waardoor in één keer dat, je ziet in één keer die hele crowdfunding groeien. Dat is echt fantastisch. Wat ik misschien nog wel belangrijker vind, is dat je contact met hen hebt. Hun hebben natuurlijk een giganetwerk. Je komt ineens weer in een heel nieuw zwembad terecht. Dat is fantastisch. Dus het is niet alleen geld, maar ook de contacten die je verder helpen. Ja, dat zijn twee echt hele belangrijke dingen. Ja, dit is iets wat we straks ook nog wel gaan zien. We komen hier vlakbij. Ja, want we gaan nu naar Terneuzen. Daar is een galeriehouster die jou heeft gesteund. Een van de donateurs. Ja, een van de eerste. En dan gaan we eens even een kijkje nemen. Ja, doen we. Lekker. Ja, ik was er al. Lokaal 45, kunstcafé, atelier en galerie. Hier moet het zijn, hè? Ja, hier zijn we. Lekker. Gaan we lekker naar binnen. Kijk eens aan. Jij moet Anne zijn. Dat klopt. Dit is jouw galerij. Ja, dat klopt. Ik zou zeggen, kijk eventjes op het gemak rond. Leuk. Er is genoeg te zien. Anne, waarom heb jij besloten om een bijdrage te leveren aan het crowdfunding project van Roeland? Nou, ik vind het wel belangrijk dat Zeeuws-Vlaanderen in het zonnetje gezet wordt door de streekverhalen die Roeland dus schrijft. Ik vind het wel belangrijk dat dat inderdaad gepromoot wordt. Want de werken die we hier achter zien, die zijn ook van Roeland. Wat is de connectie tussen die werken en het boekje wat hij gemaakt heeft? Deze schilderijen die hier dus hangen van Roeland, dat stelt Zeeuws-Vlaanderen voor. Allemaal schilderijen over Zeeuws-Vlaanderen en zijn streekverhalen dus ook. En hoe belangrijk is geven aan cultuur voor jou? Ik vind het wel belangrijk dat dat inderdaad gepromoot wordt. Want het is iets extra's in het leven van de mensen, vind ik. Ik pik er nog even één werk uit wat ik mooi vind van Roeland. Hij woont natuurlijk zelf in het huis uit 1901, met grotendeels originele dingen. Nou, hierachter zie je een schilderijtje wat zo uit die tijd had kunnen zijn met die jongens die hier, molenjongens die daar in die kleren op zitten. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat hij een klein plastic beekje in zijn handen heeft. Want dit schilderij is gewoon gemaakt naar een foto van de Open Monumentendag. En dat was het weer voor vandaag. Ik vond het heel tof om eens vanuit het perspectief van de maker te zien hoe dat nou is als mensen eigenlijk hun vertrouwen uitspreken in hetgeen wat jij wil gaan doen. En ook wat dat voor iemand betekent. En ook als een fonds daar nog een extra stimulans aan geeft, een extra bijdrage. Ik vind dat wel een hele mooie manier van kunst en cultuur tot stand laten komen. Mocht je nou zelf geïnspireerd zijn geraakt door dit verhaal en ook een donatie willen doen aan kunst en cultuur, ga dan naar www.levenhetgeven.nl/geef. En daar kan je een donatie doen aan een kunst- of cultuurproject waarvan jij denkt, ja, dit lijkt me wel wat. In deze serie gaan we nog langs bij 11 andere provincies, dus check de kanalen van Leven het Geven, hou ze in de gaten. En dan zien we jullie de volgende keer weer terug. Doei!